Nou, goedemiddag, we zijn vandaag in het mooie Broek in Waterland. En we hebben een gesprek met Evert. En Evert die gaat ons even rondleiden op zijn prachtige nieuwe woonboot. En gelukkig zie ik al dat Timmy er ook is. Dus laten we snel die kant op gaan. Goedemiddag, wat een mooie ontvangst dit. Welkom. Ja, dat is Timmy. Hey Timmy. Ja, mag ik er weer op? Ja, kom maar snel, want anders we blokkeren de vaart. Ja, dat moeten we niet hebben. Maar ben je wel eens een keer zat dit of niet? Dat je iedere keer iedereen om moet halen of blijft het wel leuk? Ik ben dat... Nou, we hebben wel eens een beetje ruzie in huis over wie dat moet doen. Wie dat moet doen, ja. Kom dan. Nice. Nou, kom maar verder. Even, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen op een woonboot te wonen? Ja, nou ja, wij woonden in het dorp hier, verderop. En wij waren eigenlijk op zoek naar iets nieuws. Toen op een gegeven moment zag mijn vrouw dat er een woonark te koop stond, een oude woonark. En toen dachten wij van, joh, ja, weet je... Laten we meteen ingrijpen, zeg maar. Ja, dan woon je aan het water, heb je vrij uitzicht, prachtig mooi. Ja. En ik dacht ook nog wel van, nou ja, misschien is het wel voordeliger dan een huis bouwen. Ja. Of een huis kopen. Maar dat bleek achteraf niet zo te zijn? Dat bleef achteraf wel een beetje anders te zijn. Maar inmiddels 2 jaar verder. Ja. En nu is die eigenlijk helemaal klaar. Ja. En je zei ook al, de boot wordt ook regelmatig gebruikt voor, volgens mij voor series is die gebruikt. Ja, en voor Airbnb. Airbnb en de Voice of Holland natuurlijk het gebeuren. Ja. Nou ja, dat is dan aardig om te vertellen, is dat mijn zoon de finale heeft gehaald bij de Voice of Holland. Ja. Bij de Voice Kids moet ik zeggen. En dat betekent dat ze, nou ja, ze zijn hier bijvoorbeeld geweest toen hij dan geselecteerd was voor de Blind Auditions. Ja. En toen is Jamai hier dan geweest en die is hier nog in het water gevallen. Ah, dat is leuk. Dus ja, het is hier een terrein van bekende Nederlanders. Ja, en maar volgens mij de allergrootste BN'er. Ja, Tim is wel de allergrootste BN'er eigenlijk, hè Tim? Ja, wat ben je aan het doen? Ja, Timmy is eigenlijk in dat hele traject ook bij The Voice, met name heel veel op televisie geweest. Ja. En is een beetje het bekendste hondje van Nederland geworden. Ja, maar wat je ook wel ziet, en wat ik net ook al zei, is dat je ziet wel echt dat hij heel veel succes heeft gehad, maar hij blijft heel bescheiden. Ja, dat is hij staat met beide 4 pootjes op de grond nog. Hij is niet bang om zichzelf lekker te laten zien. Ja, precies. Dit is onze entree. Deze trap heb ik trouwens via Marktplaats gekocht van een woonwagenbewoner in Brabant. En met een karretje opgehaald. Ja. Dus ja, we moesten die meter overbruggen natuurlijk. Nou, dan heb je een mooi uitzicht over de tuin. Zo. Ja. Links voor de kijkers, rechts de woonkamer. En rechts is de keuken. De keuken. Is die energie neutraal ook of niet, de woning? Heb je ook zonnepanelen op het dak? Ja. 12, nou energie neutraal is het niet. Maar we zitten er wel dicht tegenaan. En maar je hebt hier nog een lekkere... Ja, dit is een drijvende stijger. Een drijvende stijger met 2 bootjes. Ja. Dit is toch ook mooi? En dat is de buurvrouw, dat is Adrie. Dag Adrie. Hallo. How are you doing? We hebben weer film. Oh my god. Yeah. Ja. Dus dit is eigenlijk ook gewoon een zeg maar, je gaat of inderdaad met zo'n, hoe noem je dat ook weer? Pontje? Ja, of een soort van klein pontje. Ja, kabelpontje. Een kabelpontje. Of gewoon lekker met een bootje naar de overkant komen. Ja. Adrie doet dat vaak met bootje, omdat ze gasten heeft. Airbnb gasten, die gebruiken dan pontje. Ja. En dan heeft ze zelf het bootje en dat vindt ze helemaal niet erg. Ook niet als het stormt, hè. Zullen we even door de rest van de woning gaan? Zullen we even naar beneden gaan ook?
Dan hebben we hier natuurlijk, ja, hier hebben we dan twee... Hey! Sorry. Dit is de kamer van onze andere zoon. Van onze oudste. Ja. Dat is hem rechts? Ja. Ja. Ook hier, finale, de finalisten. Dax heeft hem uiteindelijk gewonnen. Shit, echt een eikel of niet? Nee, lieve jongen. En hij kan heel goed gitaar spelen vooral. Ja. Ja, zingen niet... kan mijn zoon doen. Maar zijn ze allemaal rond de 15 dan of zo? Ja, Dax is 14 geloof ik, Rogier is 15, die meiden zijn ook zo. Dat is wel knap hoor. Dit is de dochter van Georgia Morali. Ah! Ken je die nog? Ja, van de zwakste schakel. De zwakste schakel. Ja, je ziet het wel een beetje inderdaad. Een beetje, ja. Maar ze lijkt toch dus, ze lijkt wel iets minder streng. Op gewoon weer, we gaan dus de master bedroom. De master bedroom. Ja, where it all happened. Ja. Oh, misschien hier beter ook nog inloopkast kijken. Ja, dit is nog uit mijn bandtijd. Een mooie pakken ook, kijk. Zo, deze is fancy. Ja. Dat, koop je hem of niet? Nou ja, als jij hem wil hebben. Nee. Past je niet, denk ik. De AI. Ah, ja. Die is voor mij, hè? Ja. Ah, is toch lekker als niemand kijkt en dan toch even stiekem de BHV-vrouw doen, toch? Ja. Nou, wat misschien nog wel interessant is om te vertellen is dat... de badkamer is eigenlijk wel wat kleiner geworden dan we wilden. En dat is ook als je gaat bouwen met een ark. Ja. En dat had alles te maken met de gewichtsverdeling van de ark. Uiteindelijk met het doormeten hebben ze uiteindelijk deze wand aan deze kant 10 centimeter moeten verbreden. Okay. Om het gewicht zodanig te krijgen dat hij in balans is. Ja, maar merkte je het ook als je dan gewoon liep? Nee, of dat niet? Nee. Okay. Ja. Nou, op dat moment lag hij er nog niet. Maar en nu ligt hij feitelijk helemaal in de slip. Het enige moment dat die ark bewoog was dat tijdens de allerlaatste zware storm die we hier hadden. Ja. Dan krijg je een beetje het booteffect dat je lamp een beetje. En toen stond ik op de wc en toen dacht je, zag je het water een beetje zo gaan. Ja. Maar voor de rest, ligt hij echt als een... Ligt hij als een huis? Blok op je maag. Als een blok op je maag.